Stilte, stilte. Goed. Beste cursisten, bedankt om terug te komen. Wij hebben het tweede deel van het programma voorzien en wij hebben voor u drie coryfeeën. Drie grote namen, ik zou bijna zeggen iconen van Urania, bij elkaar verzameld. En het is mij een ware eer en een echt genoegen om u mijn drie collega's voor te stellen. Naast Charles hebben we Egon. Egon is op zijn 24 jaar Belg geworden. Daarvoor had hij de Poolse nationaliteit. Egon is van vorming wiskundige en heeft een hele serie universiteiten gedaan. Ik denk aan Krakau is hem geweest, in Leuven is hem geweest, in Gent zijt je geweest en zelfs in Antwerpen zijt je geweest, Egon. Dus aardig wat universiteiten doorworsteld. En hij heeft daar wiskunde gestudeerd. Hij heeft dan ook altijd wiskunde gegeven. Hij heeft veel lesgegeven bij Urania. Maar een van zijn hoogtepunten is wel dat hij in 1973 de organisator is geweest van het Copernicusjaar. Copernicus, dat ook een groot wiskundige was, dus de twee wiskundigen bij elkaar daar, dat zal wel wat gegeven hebben. Als het op zeker moment de school voor burgerluchtvaart gesloten wordt en Sabena besluit om zelf een school op te richten, contacteert men Egon en gaat hij lesgeven voor Sabena aan de piloten. En hij geeft daar een hele waaier en organiseert een hele waaier van lessen, namelijk meteo, navigatie, instrumentatie enzovoort. Hij wordt dan ook bij Urania de eerste directeur van Urania. En zijn interesse vooral is de kosmologie. Hij houdt zich heel bezig met kosmologie en gaat ons daar ook iets over vertellen. Graag een applausje voor Egon. Het thema, zoals Werner daar straks al heeft aangekondigd, is de verandering. Wat is er nu veranderd van 69 tot nu? Egon, kom ik naar u. Nu, over wiskunde en natuurkunde heb ik ook een persoonlijke story. Als wij de kandidaturen vroeger in het RUCA gedaan hadden, dan gingen wij naar Gent voor onze licenties. En in Gent aangekomen spreken we met de collega's van Gent die de kandidaturen daar gedaan hadden. En die lieten mij een cursus zien van een zekere professor Moens. En in die cursus natuurkunde, en ik zie het nog letterlijk voor mij, stond erin: de ontsnappingssnelheid van de aarde is 11,2 kilometer per seconde. En dus geraken wij nooit los van het gravitatieveld van de aarde. Dat was in 68. In 69 stonden we op de maan. Kunt jij ons een beetje vertellen wat er allemaal gebeurd is tussen die 69 en nu in de natuurkunde en in de wiskunde? Mijn richting, de richting waarin ik heel veel gewerkt heb en heel veel belangstelling voor had en nog heb, dat is eigenlijk de kosmologie. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk een heel beperkt onderdeel van de natuurkunde, maar vooral een wiskundig onderdeel. Dus het was een boeiend gebied, omdat wiskunde daar heel uitvoerig gebruikt wordt. Nu, dat is op zich geen probleem. Het voornaamste belangrijke punt volgens mij in die periode, voor 69 dan, van de 20e eeuw uiteraard, dat was het feit dat Einstein, net geciteerd, zijn algemene relativiteitstheorie publiceerde en waar heel veel reactie op gekomen is. Er was alleen een bepaald puntje in die theorie waar Einstein initieel zelf niet gelukkig mee was. En dat is dat in zijn theorie elk kosmologisch model zou expanderen. Eventueel contraheren kon ook, hè, maar dus wat is het nu? En Einstein vond dat eigenlijk fout, dat kon niet. Hij heeft zijn theorie aangepast om een constant, eeuwigdurend heelal te kunnen aantonen vanuit zijn relativiteitstheorie. Hij heeft dat nadien wel teruggenomen, want uiteindelijk bleek in ongeveer diezelfde periode een zekere meneer Hubble de roodverschuiving te ontdekken. De roodverschuiving, waar eerst ook een probleem bestond, wat is dat? Dat kan gewoonweg zijn de verwijdering van stellaire stelsels die met versnelde, met groter wordende snelheid van ons wegvliegen. Dat is op het eerste zicht heel merkwaardig.
He, daarom dat Einstein daar zo niet gelukkig mee was. Maar nu de observatie daar is, heeft hij zijn theorie dus moeten niet herzien, maar dus moeten terugnemen die oorspronkelijk was. In elk geval, die roodverschuiving was een enorm belangrijke ontdekking. De eerste belangrijke studies die je in de kosmologie gaat doen, is juist uitzoeken hoe kunnen we testen dat die roodverschuivingen die we observeren, dat wil zeggen dat is in een spectrum en je ziet bepaalde lijntjes niet op hun plaats staan, maar verschoven naar de rode kant van het spectrum. En hoe kunnen we aantonen dat dat werkelijk een fysisch fenomeen is en aan welke factor is dat gelinkt? Er zijn zo heel veel testmethodes ontwikkeld en een naam daarbij is vooral Alan Sandage, ik denk een Australiër die daar heel veel werk aan gedaan had. In elk geval, het was duidelijk dat expansie van de kosmos zeer, zeer waarschijnlijk is. En dus er moest aan gewerkt worden. Uiteraard is dat niet een echte observationele kant, het is vooral een theoretische kant. Men gaat vooral fysica en vooral wiskundig ondersteunde fysica toepassen. In elk geval met bleek dat die expansie evengoed kon omkeren in contractie. En dat is wat nog in Einsteins theorie zelf tevoorschijn kwam. Alleen was het probleem, zo'n expansie, hoe is die begonnen? Is dat eeuwigdurende expansie of is er een bepaald moment geweest waarop die expansie gestart is? En in Einsteins theorieën was het zo dat er een Big Bang moest zijn geweest. Behalve in één geval. Maar die Big Bang die zou dan gestart zijn, die expansie vertraagt, keert zich om en gaat in een contractie. En dan kan de zaak gewoon opnieuw beginnen. Dat was een eerste idee dat geformuleerd werd en dat is het oscillerende heelalmodel. De andere twee ideeën zijn voor een eerste kennis niet zo erg verschillend, want er is een Big Bang en de expansie zal eeuwig duren. Op welke wijze werd bepaald door de meetkundige structuur van het heelal. Maar in elk geval, er was maar één model dat eeuwig kon bestaan. Dat niet op een bepaald moment gestart was in de historie van dat heelal. Dat is het de Sitter heelal. Gewoon een oplossing, één van de mogelijkheden binnen Einsteins theorie, maar met een groot probleem. Het kan alleen maar bestaan als het leeg is, als er niks in zit. En dat was een probleem en dat is de discussie die volop aan gang was toen ik mijn studie aan het voltooien was en dus hier in Urania begon. Dus een paar jaar voor de start van Urania was er een grote discussie. Er is een Big Bang geweest, jawel, dat is duidelijk vanuit de theorie. En er is een Belg geweest, een Lemaître, die daar een mooie theorie heeft over opgezet. L'atoom primitief van Lemaître. Maar ook Eddington in Engeland was een voorstander van die Big Bang theorie. Daar moeten we aan werken in elk geval. Niet iedereen was daar gelukkig mee. We hadden mensen zoals Bondi en Gould en vooral Hoyle is bekend geraakt. Die vonden dat het heelal eigenlijk eventueel altijd moet hebben kunnen bestaan. En dan is er het ideetje, evolueert het dan, ja of nee? En het idee was vooral, kijk, het zal altijd min of meer wel op dezelfde manier er hebben uitgezien. Dat is niet zo in het Big Bang model. Ja, daar is er duidelijk een geweldige soort evolutie. Charles beschreef daarnet die ontdekking van de gravitatiegolven op een periode waarin de temperatuur van het heelal een paar duizend Kelvin was. Als ik me niet vergis, Charles. Ja. Okay. Ondertussen is de temperatuur van het heelal een dikke tweetal, zelfs geen drietal Kelvin. Ik bedoel natuurlijk niet die van de zon. In elk geval, die mensen hebben dan een alternatief bedacht, vooral Hoyle heeft dat gedaan, het de Sitter heelal uitgebreid naar eentje dat wel materie kon bevatten. Maar dan moest het continu die materie creëren. Continu werd er nieuwe materie gecreëerd in dat heelal. Op die manier bleef het er altijd op dezelfde manier uitzien en was het toch in expansie op de manier zoals in Einsteins theorie naar voren kwam.
Wel, dat is de hele discussie geweest. Ondertussen is er nog altijd geen antwoord, echt. Is het nu nog altijd een Big Bang of is het zoiets Hoyle? De Hoyle-theorie, er is wel zo dat er het uitzicht van het heelal, dat altijd op dezelfde manier er zou uitzien. Dat is ondertussen wel verlaten, dat idee. Maar daarom hoeft die Big Bang er nog niet te zijn geweest, maar het kan. Het is een theoretische mogelijkheid en er is niemand die op dit moment kan zeggen, zo is het. Dat is, er zijn ondertussen dan bepaalde dingen gebeurd en dat vind ik in de laatste jaren, naast de dingen die Charles vermeldt natuurlijk, die density golven en zo die men ontdekt. Maar dat is ook dat als men de galaxieën bestudeert, een van de methodes was als het heelal moet contraheren of expanderen of op die manier, op een bepaalde manier, dan moet het ook een bepaalde hoeveelheid materie bevatten. Die expansiesnelheid en de omkering ervan eventueel is volledig bepaald door de massa-inhoud van dat heelal. En ja, hoeveel massa zit er dan in dat heelal? En dat is ondertussen dus heel erg nagekeken. En men heeft ontdekt dat er heel wat massa is die we eigenlijk zouden moeten vinden en die we niet vinden. Bijvoorbeeld de rotatie van galaxieën is van die aard dat die niet verklaard kan worden door de geobserveerde, gekende materie die in die galaxieën aanwezig is. Daar zou veel meer materie moeten inzitten om gewoon de rotatie-eigenschappen van die galaxieën te ontdekken. Dat is wat men in de literatuur, ja, en ook in het vak zelf, de donkere materie noemt. Ja? Het is geen gewone materie. Sommigen spreken van de WIMPs, hè, de Weakly Interacting Massive Particles, want er moeten heel massieve dingen zijn. Ze moeten zich laten voelen kosmisch, hè, zeg maar. Ja. Hè. Maar ze interageren met niks, want dat is de reden waarom we ze niet zien. Hè, waarom we ze niet kunnen detecteren. Hè. Ze ageren met niks of reageren met niks. Weakly Interacting. Ondertussen is er een volgende feitje ontdekt. Ja, het is al langer ontdekt, het is niet zo heel recent, maar het is wel een nieuw probleem dat daarbij opduikt. Dat is dat die expansiesnelheid, wat in Einsteins theorie niet gebeurt, dat die versnelt. Men heeft in de voorbije jaren ontdekt, die expansie van het heelal neemt toe, wordt groter, die expansiesnelheid neemt toe. En dat is een volgende probleem voor de natuurkundigen. Hoe kan dat? Want een versnelling, daarvoor moet dan een kracht zijn die die versnelling veroorzaakt. En die kracht komt niet van binnenuit, maar er is een soort energie in dat heelal die die expansie doet versnellen. Hè? Dat is de donkere energie. Niet te verwarren met de donkere massa. Het zijn twee verschillende dingen. Ik hou er een beetje van. Zijn er nu problemen opgelost? Zijn er antwoorden op bepaalde vragen? Nee, dus er zijn nog meer vragen dan er ooit begonnen zijn. We zijn er nog altijd niet uit. Is er nu Big Bang of is het een... En er komen nog probleempjes bij. Bedankt, Egon. En ik denk dat de mensen van Oberon die daar nu aan het werken zijn, met het antwoord gaan komen. Wat is donkere materie? Het is aan hun generatie om dat uit te vinden, denk ik. Bedankt, Egon.